Welkom allemaal bij aflevering 3, Ghost Recon Wilders bij Pure Gaming. Vandaag spelen we dit spel en helaas geen LSPDFR. Dat komt omdat Rockstar een update gedaan heeft en daardoor mijn GTA gewoon helemaal niet werkt. Dus ik kan gewoon niet opnemen. Er komt een fix voor de aankomende dagen. En als die er is, dan ga ik direct weer verder met het opnemen van. Alleen, ja, kan ik of niks uploaden of jullie dit aanbieden. Nou, dan bied ik jullie liever dit aan. Het is een update die heeft te maken met... dat is volgens mij weer gewoon een update van het spel zelf. En dan werkt de Rage plugin die alle mods inlaat, zoals LSPDFR, die werkt dan niet goed. En hij weigert gewoon op te starten. Dus ik moet maar wat gaan opnemen voor jullie. Nou, dat wordt dan Ghost Recon Wildlands. Omdat ik die ook al gelivestreamd heb een paar dagen geleden. En ook al een paar keer eerder gespeeld heb. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik jullie kan aanbieden. En dat is mijn excuses alvast ervoor. Heel misschien dat ik... wat roleplay video's kan regelen in plaats van LSPDFR. Dat is natuurlijk, dat ga ik ook nog proberen, maar dat kan ik niet garanderen. Want dat is gewoon lastig, want dan heb ik meerdere mensen tegelijkertijd nodig. En natuurlijk ook nog buiten het werk hoor. Maar ja, dan duiken we nu in ieder geval gelijk de actie in. Nou, we zijn nu op weg richting een informatiepunt van het kartel. Dan zouden we in ieder geval zouden we intel krijgen over hoe we... een medewerker of in ieder geval een lid van het kartel te grazen kunnen nemen, uit kunnen schakelen of ook, ja, wat voor manier dan ook, dat gaan we daar pas zien. Dus informatie hebben we gehad van de geheime dienst. We gaan in ieder geval even die kant om te loeren of diegene kunnen pakken. Natuurlijk doen we dat als de gesmeerde bliksem, vol gas. We zitten in een lokale auto, dus in principe zouden de rebellen en de het regeringsleger ons niet waarnemen. En als ze ons wel zien, dan rijden we zo hard dat we gewoon doorrijden. Dat maakt op zich allemaal geen bal uit. Het is hier wel mooi op zich. Alles staat in bloei. Het rijdt soms zonder bloemen of zo. Papavervelden kan ook nog natuurlijk. Ja, we komen in ieder geval in de buurt. We kunnen natuurlijk niet helemaal naar die I rijden. We zullen, als er vijandelijke beweging is, zullen we natuurlijk eens moeten sluipen het laatste stukje. Want we willen natuurlijk niet als we uitstappen gelijk neergemaaid worden. Zoals je dus kan zien is het ook het geval hier. Er is wat vijandelijke beweging. We zitten wel in de schaduw van de berg. Dus dat speelt in ons voordeel. Ik denk dat we hier het voertuig moeten gaan verlaten. En dan gaan wij verder te voet. Eens kijken of wij een... I got a narco over here. Ja, dat moet ik. Kijk, ze hebben allemaal narco's hier. Ik weet alleen niet of mijn drone hier werkt. Soms wordt hij gejabbed en die werkt. Dat is even boffen. Sniper out there. I got eyes on the mountain. Kunnen we van alles spotten hier? Eens even kijken. Er zou er ook nog eentje daar zijn. Ja. Ik kan op de minimap kan je gewoon goed zien of ze. Of je ze allemaal hebt in verband met die oranje wolkjes. Nou, in ieder geval ziet dat er wel rooskleurig uit. Kunnen we in ieder geval de vergrote en de amplifier erop zetten. Kijk, dan hebben we in ieder geval de eerste rebel uitschakeld. Dan moeten we natuurlijk wel samenwerken met het team. Maar dat is op zich wel te doen. Kijk, dan zeggen we, die is voor hem. Nou, hier zit de sniper. Nou, schiet hem maar. Kijk, paf. Boom. Weg is die. Ik ben benieuwd wie hier loopt. Krijgen we hem te zien? Ja. Yep. Nou, die zijn ook geschiedenis, zoals dat zegt. Was dat deze? Kijk, let op. That woke him up. Nu denk ik dat er aan die kant wat aan de hand is. Dan gaan ze allemaal daarheen en dan kan je ze vanaf deze kant gewoon zo vanaf het bergje neermaaien. Kijk, ze weten niet wat er aan de hand is. They're onto us. Watch out. Kijk, dat ding ontploft ook. Let op. 1, 2... Ze zien de vijand. Oh ja hoor. Ze hebben ons al gezien. Hoe dan? Dat zou heel bizar zijn trouwens. Anders gaan we hier gewoon zo het dorp in. En dan gaan we die intel verzamelen. En dan extracten we weer. Volgens mij is hier bijna niemand meer. Shit, they're headed this way. What should we do? Nou. Het zal verdedigen. Hostile down. We staan op automatisch, dat is het. Fuck, we got mortars incoming! Nou, niet op mijn hoofd, wel op mijn hoofd. Ik snap alleen niet hoe ze dat zo goed weten. Nou, in ieder geval komt de vijand weer deze kant op. Zet hem even op single shot.
in ieder geval down. Kunnen we vanaf deze kant 360 houden. Boom. Mortiervuur op ons geschoten. Hergroeperen jongens. Rally on me. A copy. Nou, Tango uitgeschakeld. Sierra weet ik voor die dingen eten. Nou, in ieder geval hebben we... Oh, sorry. Hier moet ergens verderop dus die mortier er van aangeschoten worden. En die plek moeten we even vinden. Als we die hebben, dan kunnen we het mortiervuur stoppen. Ik vermoed dat het daarachter zit. Maar dat geeft niet. Dan rennen we iets de berg op en dan zien ze ons niet meer. Dus we moeten natuurlijk wel die spotters hebben. Maar poppetje is een beetje moe. Maakt niet uit. Oké, ik vermoed dat het hier ergens zit. En hier zit in ieder geval niet veel meer. Mortieren. Oh, nou hier kun je die niet langs. Hier misschien hier. Dan gaan we over het dak heen. Misschien dat een optie is. Dat is een optie. Mortiervuur is in ieder geval opgehouden. Maar daar is waarheid wel Unidad zo te zien. En die willen we niet op ons dak hebben. Want er staat hier ook een helikopter, dus we kunnen snel weg. Ook echt puur voor de intel. Ze rijden langs, dus maar even liggen. Hopelijk dat ze ons niet zien. Nou, uiteraard wel op voorbereid. Kijk eens wat we gevonden hebben. Hier komen die mortieren vandaan. Nou, in ieder geval... Er is geen vijandelijke beweging meer in het kamp, alleen buiten het kamp. Dus dat is op zich een voordeel. Nu kunnen wij snel de informatie pakken. Als die er voor de computer wil staan. Kijk, en dan hebben wij snel die informatie. Got something here. Dat bedoel ik. Like the cartel is operating a cocaine lab on board a converted fishing boat near Camp Oana. This is just the kind of target we're looking for. Taking out the lab will turn up the heat on El Emisario and force him into the open. Ja, nou dat dus. Eens kijken of we nog wat kunnen betekenen voor deze twee mannetjes hier zo. Oké, en dus Tango down. Die andere die komt vanaf de andere kant. In ieder geval is onze munitie weer bijgevuld. Volgens mij komen ze eraan gerend, heb ik zo het idee. Dat geeft niet, kom maar. Spotting another tango. Dat was zo. Nou, die zijn klaar. Dan gaan wij die helikopter zoeken. Ja, dat is zeker messy. Dan gaan wij eens even kijken of wij die plek kunnen vinden waar... Instap maar. Nou, ik vind het goed. Ze stappen vanzelf in. Kijk maar, 1, 2. We got more Sicarios incoming. Open fire. Nou, schiet hem maar. Ik denk dat wij te hoog zitten nu. Dat is wel beter. Dan kunnen we even op de map kijken. Die informatie die we net gekregen hebben, die brengt ons naar bereik de boot. Vind de boterlab en vernietig het. Nou, zo'n aardig eindje vliegen. Nou, we gaan in ieder geval op inteljacht. We gaan nog meer intel verzamelen, zodat we een goed beeld hebben van deze provincie. Waar we alles kunnen vinden en dan kunnen we een plan maken. Over hoe we de kartel hier het leven zuur gaan maken uiteraard. Dat komt helemaal goed. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dan zijn we bijna in de buurt. We vliegen weer als een clown. Maar kijk, hier is natuurlijk ook weer rebellen. Dus we even kijken of we hier bovenop een plekje kunnen vinden of zo. Ergens voor de er staat ook een helikopter. Dus we kunnen in ieder geval weer met een helikopter extracten. Dus dan denk ik dat het best is. Als we gewoon even hier ergens neerzetten, dan hebben ze ons niet door. Ja, hoe krom het ook klinkt. We staan in ieder geval op de berg. In de takkies. En dan kunnen we verder gaan kijken naar dit dorp. Om ze te grazen te nemen. Ik zou het wel fijn vinden als hij even op een steen klimt. Dank je wel. Nou zeg, kom op. Dit meen je niet. Ik zit klem. Nou, zoals je ziet zit ik in één keer in een
mijn auto, er komt wat ik boven de berg in een gat belandde waar ik niet uit kon klimmen. Dus toen ben ik even verderop opnieuw gespand. Dan zijn we in ieder geval weer opnieuw. Ik heb ook gelijk van gelegenheid gebruik gemaakt om even een soort van BSB-outfit aan te trekken. Dat vond ik wel cool. Nou, dan kunnen we in ieder geval een strijdplan maken. Gaan we even... we gaan het er niet weer zoiets doen, hè? Nee. Ik weet... We zitten hier wel heel erg kwetsbaar. Ik denk dat we even doorlopen. Het is een benzinestation hier met Intel. Dat is wel gunstig. Ik ga even op de berg zitten. Achter de bomen. Zodat niemand mij ziet. En dan ga ik even de drone gebruiken. Kijk. De drone is up. Got another tango. I got a third target. HVT spotted. Looks like a top Sicario. Time to have a chat with him about his career choices. Ja, dat dacht ik al, ja. Het is hier een groot feest. Een groot Sicario feest, zoals ze zeiden. Ja, in ieder geval... Ik denk natuurlijk dat wij wel een reëel beeld hebben van de omgeving hier. Dat is op zich wel boffen. We gaan natuurlijk voor die Sicario daarboven, dus die moeten we in zijn lurven vergrijpen. Deze sturen we even naar Santa Maria. Dat is in ieder geval één minder. Ik denk dat het wel lastig wordt om met het team te doen, maar we gaan het proberen. Want je hebt natuurlijk meerdere targets. Even die van de andere kant kunnen benaderen. Niemand in het zichtveld. Dat is op zich wel beter. Hebben we Thermal Vision? Nee, die hebben we nog niet. In ieder geval zit mijn doel hier. Staan ze hier nou alle twee? Hostile down. Looks like they heard that explosion. The lieutenant is escaping. Get that engaging hostiles. Zo, ik heb hem in ieder geval vast. Kunnen we even intimideren. We moesten er snel wegrennen. En dan krijgen we nu informatie, denk ik. We gaan het zien. Je hoeft niet te doen. Ik wil je vertellen wat er gebeurd is. Heeft hij rare handschoenen aan? Of is dat tattoos of zo? Ah, we hebben huurlingen in ieder geval. Nou, dat is fijn. Dan gaan we nou terug voor de informatie. En die gasten even allemaal naar de andere wereld van het kartel sturen. Ja, nou, ik had graag mijn collega's gehad die mij hielpen. Gewoon even wat verwarring zaaien. Nou, snappen ze er niks meer van. Geeft ook niet. Ik ren om. Er is een wapenskast over hier. Nou, in ieder geval de informatie waar we over kwamen. En natuurlijk worden we weer gespot. We doen een... We move om eromheen te rennen, maar ze weten ons precies te vinden, dat is natuurlijk altijd. Absolutely. The more we disrupt El Emisario's operations, the more pressure we put on him to come out of hiding. Nou, dan zit er wel één minder. Ja, ik had wel verwacht dat ik die beste man zou raken. Maar niks was minder waar. Dus we moeten even... Schieten. Blijven schieten natuurlijk. We hebben hier iedereen. Daarachter ligt nog wat informatie. Als we dat hebben dan... helaas is de helikopter er ook vandoor. Maar ja, dat is dan niet anders. Dan gaan we even kijken voor de hulpstuk hier. Dat dacht ik al. Informatie. Nou, en dan zien we natuurlijk ook de groene dingetjes op de map. Die moeten we ook pakken. Daar is geen andere keuze voor. En munitie natuurlijk. Dat betekent namelijk bij elke doos die we
markeren voor de rebellen dat wij extra punten krijgen om vaardigheden te kopen. En die vaardigheden kunnen we hard gebruiken. Alleen, ik vind het nogal onhandig om het vaak te vinden waar ze staan. Omdat die markt voor je gevoel niet helemaal correspondeert. Dan moet je weer boven kijken. En dan zal het wel weer hier zijn. Kijk, dat bedoel ik. 1, 2, hoef ik naar eten. Kijk, altijd even de tv's lopen. Dat is hartstikke duur natuurlijk. Nou, springen. Ja hoor. Kijk, en er staat hier nog een vat met, ik weet niet wat het is, olie denk ik. Nou, perfect. In ieder geval gaan we dat spul dan gebruiken. En dan hebben we deze missie ook weer voltooid. Nou, dan wil ik jullie hartstikke bedanken voor het kijken van deze aflevering. Nogmaals, sorry dat er geen LSPDFR was. Misschien morgen weer wel. Dat kan ik niet beloven. Zodra die fixer is, ga ik direct opnemen. Misschien wordt het roleplay als ik dat kan regelen. Moet ik ook even kijken of het lukt met mijn werk. En nou, voor de rest, dank jullie voor het kijken. Vond je het leuk? Zoek even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Volg me op social media. Frio in Gaming, Facebook, Instagram. En nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.